En dan gaan we even lopen. Ja. Hè? Ja nou. Een hele goede morgen nog. Ja. Het is 11:46, dus het is nog morgen. Ja, mag het nog zeggen. Het is ook trouwens dinsdag 23 februari 2021, ook dat nog eens weer. Dat ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij Echt Goed onder slag van Corina en de Beestenboel. Ik wacht op iemand en dat is mijn begeleidster Karin. Maar we gaan samen de hondjes uitlaten, dus... Gezellig, ja toch? Daarna gaan we koffie drinken. En daarna gaan we de kerstspullen naar zolder brengen. Eindelijk maar toch. Wat eerst die Jackfishje geleund heeft, weten jullie nog? Dus ja, het komt allemaal wel goed. We gaan daar eventjes op wachten totdat die drietjes zo minuut of 12 komen. Dus de hondjes moeten nog even geduld hebben om uitgeladen te worden. Maar het komt allemaal goed. Ja hoor. Eentje is buiten, maar die heeft ergens last van. Ja. Hé? Rijka. Je pet staat scheef. Ja. En de andere is buiten. En ook hier zit er weer eens eigen te likken. Kan dat? Hai. Nee, niet op schoot. Ik heb geen tijd voor. Ik heb wel andere dingen te doen dan een kat op schoot te nemen. En je bent nat. Hoe kom je nou weer nat? Het regent niet eens. Van de geslobber van jezelf. Bah. Ja, je moet je niet zo slobberen. Viespeukje. Maar oké, okay, ja, ik... Ga dingen doen, Nero, de boel opredderen, et cetera. Alles hoeft dus niet meer, want dat heb ik gisteren gedaan, het is dan netjes. Hier is het ook wel netjes, maar er is gisteren dingen weer niet gedaan, wat ook prioriteiten had. Dus dan moet je het zelf erachteraan. Moet je het zelf weer doen. Maar ja, dat heb je. Wat is er? Wat is er dan? Hé, hey, Rijka. Je pet staat scheef. Kom maar hier. Hé. Hey. Hallo. Joe. Kiddekiddekiel. Oh ja joh. Ik mag hier gewoon uitkijken dat er een kat staat elkaar afwisselen, ja, helemaal mee eens. De ene eruit, de ander erin en dan laat je de ander er weer erin die je net binnen had gelaten, die laat je dan weer eruit. Ja, ze blijft aan de gang, straks weer hoor. Je bent een kleine dikke boef. Hey. Ik wil niks doen, maar je pet staat scheef. Toch geen gezicht, dus je pet dat goed. Nou ja, zelf weten. Stelt je belhamels.
Moet je dat nog kijken, hè? Wat doen we jullie? Ja, bij mij. Jij kijkt geen geel op hoor. Die klei uit. Hey, grote. Maar oké, ja, alle gekheid op een stokkie. Het is kwart voor op de klok. Het is... Nee, nog later, die klok loopt achter. Het is 11:50, zegt de computer. En mijn horloge zegt 52. Dus ja, het zal in die buurt wel wezen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. Dat ga ik ook proberen te doen, ondanks mijn verdriet. Want die verdriet is denk ik maar heel erg groot momenteel. Ja. Maar ja, we moeten er tegenaan. .nl. Ze zeggen, geniet ze en tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis met de boodschappen. Die heb ik weer gehaald. Nou, geen dierenboodschap, want gisteren was het meeste dieren. Ik heb nou weer, potgroenten en ik heb eieren, ik heb koffie, want dat was ook op. Ja, ik had dat beetje nog in dit potje, maar er is wel zo. Ja, en ik moet wel koffie in huis hebben. Toch? Ja, dacht ik wel, ja. Dus, maar ik ga nou eens met, wat zit ze nou, die dame. Die dame en die dame lopen. Ja, dat gaan we eerst doen. En, want het is, hoe laat hebben we het snel? Eens even kijken, die klok die is gek. 17:54, dus ja, het loopt tegen 6. Dus mooi op tijd, lekker met ze lopen. En ik ga eerst even de rollator pakken, die staat in de gang en daar heb ik 2 handjes voor nodig, ja. En dan gaan we even lopen, ja. Ja nou, ja. Het is pas de tweede keer dat ik jullie erbij pak, maar druk gehad. Ik heb mijn begeleidster gehad, met mijn begeleidster hebben we samen gelopen, ja. Ja nou, ja. En toen hebben we de kerstballen naar boven gebracht op zolder. We hebben meerdere dingetjes gelijk opgeruimd op zolder. Ik heb een vlog in elkaar gezet en de bedoeling is dat ik straks nog even 1 in elkaar probeer te krijgen. Dan heb ik er vandaag weer 2 gedaan. Dames, klaar. Rijka, nee, niet pootjes bijten. Gemene Rick. Nog even gaan ik in haar pootjes, zo met mijn handen, weet je wel. En dan ga ik... Nee! Hou je op, zal ik eens even zo doen? Zal ik zo eens even doen? Hé, en daar. Zo, even goed gemeen bijten. Zo. Hé, vind je dat leuk? Nee, hè? Is het stout? Ja, jullie maken er een puinhoop van. Ja. En jij moet lief zijn, je hoeft niet pootjes te bijten. Nee. Ja, nee. Kijk eens wat je doet helemaal. Straks even goed doen. Ja, handjes likken. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga weer sluiten. Dan ga ik eventjes met ze naar buiten. Dat remt ook nog. Hoe doen we dat? Ja, toch? Nou, ik zou zeggen tot later.